Hi allemaal, vandaag heb ik een tutorial met het Urban Decay Naked 3 palet. Ik heb hem sinds kort en als je mijn site volgt dan heb je vast kunnen lezen dat ik hier helemaal weg van ben. De swatches en zo staan al een aantal dagen online op mijn site op glamouristagirl.nl. Maar dit is dus de eerste look en ben je benieuwd naar hoe ik dit gemaakt heb, dan blijf vooral kijken. En dan wens ik jullie heel veel plezier. Ik begin met het aanbrengen van een oogschaduwbasis. Ik gebruik daarvoor het NYX Pencil in de kleur Milk. En die breng ik zo een beetje aan. En dan verdeel ik die over mijn gehele oog met mijn vinger. Dan pak ik een fluffy kwast en ik begin met de kleur deze. Dit is de kleur Dust. En die breng ik aan op mijn hele oog, gewoon lichtjes. Dan pak ik een plat kwastje en die dip ik in de kleur Bus, deze. En die breng ik aan op een hele bewegend ooglid. Eigenlijk tot aan de crease. Pak ik een blending brush en die doe ik in de kleur Nooner. Dat is deze. Dat is een matte kleur en die, daar ga ik mee werken in de crease. En die breng ik gewoon aan in de crease. Gewoon goed op en neer gaan. En blijven blenden. Dan pak ik een klein kwastje, deze. En daar ga ik me in de lichtste kleur. En dit is de kleur Strange. Deze hele lichte. En die breng ik aan onder mijn wenkbrauw. Als highlighter. Dan ga ik nog een keer met het platte kwastje in de kleur. In twee kleuren eigenlijk. Dat is de kleur Bus. Deze. En Liar. En die meng ik eigenlijk gewoon samen op het kwastje. En ik doe als eerste Liar en daarna Bus. En die dep ik gewoon nog een keer op mijn onderste bewegende ooglid. Dan pak ik weer hetzelfde platte kwastje en daarmee ga ik in het donkerste kleur. En dit is de kleur Blackheart. Dat is echt een hele mooie kleur. En die breng ik eigenlijk aan de buitenkant aan, een klein beetje tegen de wimperrand en dan zo omhoog deppen. Tot eigenlijk in je crease. Het geeft meteen diepte aan de kleur. Hij geeft wat fallout deze kleur, maar die kun je natuurlijk weghalen met een losse kwast. En dan ga ik alles weer blenden met de blending kwast. Totdat het allemaal mooi in elkaar overloopt. Dan pak ik deze kleur, de kleur Trick. En dat doe ik met een ander plat kwastje. Eigenlijk alleen maar hier in het midden van het ooglid. Gewoon een beetje deppen op je bewegend ooglid. En dan gewoon in het midden blijven. Klaar is, doe ik nog heel eventjes in deze kleur, in de Bus. En even nog hier je binnenste bewegende ooglid. Klein beetje zo. Dan pak ik een vloeibare eyeliner. Ik gebruik deze van Dr. Hauschka. En dan zet ik een lijntje tegen de wimperrand. Dan breng ik mascara aan op de bovenste wimpers. Ik gebruik daarvoor Estée Lauder Sumptuous Extreme Volume Mascara in de kleur Black.
Dan doe ik ook vast mijn wenkbrauw. En ik gebruik daarvoor de HEMA Eyebrow Gel in de kleur brown. Dan pak ik een heel klein kwastje en daarmee gebruik ik, of ga ik in de Maybelline Liquid Eyeliner, deze gel liner. En die gebruik ik op mijn waterlijn. En die breng ik dan zo aan op de waterlijn en die trek ik helemaal door naar de binnenste ooghoek. Dan ga ik met een schuinkwastje, zo eentje, ga ik weer in deze kleur, de Black Heart, deze donkere. En daarmee zet ik een lijntje hieronder, onder mijn oog. En dan breng ik mascara aan op de onderste wimpers. Dan is het tijd voor wat kleur en ik begin met bronzen of eigenlijk meer wat shapen. En ik gebruik daarvoor deze MAC Pro Sculpting Cream. En die breng ik nou met een klein kwastje, eigenlijk een fluffy kwast. En dan onder mijn jukbeenderen en dan kun je echt zo'n strakke lijn maken. Ook bij de andere kant. Dan pak ik de Maybelline Fit Me Stick Foundation in de kleur Coconut. En die breng ik aan op zo'n schuine kwast. Dat doe ik dan eigenlijk gewoon een beetje zo. En daarmee ga ik er overheen. Andere kant ook. Een beetje op mijn voorhoofd. En hieronder bij mijn kaaklijn. En zo geef ik wat meer vorm aan mijn gezicht. Natuurlijk ga ik het allemaal nog eventjes blenden, zodat de harde lijnen weg zijn. Dan is het tijd voor blush. Wat is nou make-up zonder blush? Ik gebruik daarvoor Too Faced Fresh Pink Palette. En ik mix deze en deze kleur met elkaar. En die breng ik aan op de appeltjes van mijn wangen. Dan ga ik er even lichtjes overheen met een grote losse kwast. Zodat het allemaal mooi in elkaar overloopt. Dan is het tijd voor highlighter. Ik gebruik daarvoor mijn Hourglass palet in de kleur Incandescent Light. En dat is de middelste, deze hele mooie highlighter. En ik gebruik daarvoor zo'n kwast. En die breng ik een beetje op de blush en net erboven. Dat geeft gewoon net een mooie glow. En die doe ik ook nog een klein beetje op mijn neus. Een beetje op mijn kin. En dan natuurlijk lipstick. Ik gebruik L'Oreal Lalac in de kleur Lacquerized. Dit is een paarsroze kleur. Een hele mooie kleur. En die haalt dan de kleur van die op mijn ogen zit. Het beetje het roze, paars, bruin. Dan haalt die wel goed omhoog. En het is hem dan, mijn eerste look met het Urban Decay Naked 3 palet. Ik ben hier echt helemaal weg van. Je kunt hier heel veel kanten mee op. Wil je nou misschien nog een andere look zien hiermee, dan laat het me weten in de comments. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Dat je misschien een beetje een eerste indruk hebt van hoe de kleurtjes eruit zien. En dan wens ik jullie nog natuurlijk een hele fijne dag.
Dankjewel voor het kijken. En vind je dit een leuke video? Graag duimpje omhoog. En ik zou het natuurlijk heel erg leuk vinden als je abonneert op mijn kanaal. Zo mis je helemaal niks. En ik zie jullie heel snel weer in de volgende video. Doeg!